recht achteruit rijden. De examinator geeft aan dat jij een plekje moet zoeken om even een stukje recht achteruit te rijden. Je begint met binnenspiegel, buitenspiegel, rechterschouder, richting. Langs het stoepje staan. Je stopt. Kijk nog eens een keer goed in je achteruitkijkspiegel. En je gaat achteruit rijden. Langs de stoep. En je blijft, terwijl je dat doet, kijken in het spiegeltje rechts, dat je niet op de stoep komt. In je binnenspiegel. In je buitenspiegel. Over je linkerschouder. En zo wissel je dat steeds af. Je doet dit ook weer met slippende koppeling. Je kijkt er even in je buitenspiegel. Je binnenspiegel voor. Linker buitenspiegel. Linkerschouder. En zo blijf je achteruit rijden tot de examinator zegt dat je kan stoppen. Dus je kijkt nog eens in je buitenspiegel, binnenspiegel, voor, linker buitenspiegel, linker schouder. Nog eens even naar het stoepje kijken. En in de binnenspiegel, voor, buitenspiegel, linker schouder. En nog eens even naar het stoepje. En niet te hoog tempo. Probeer het mooi een beetje in de buurt van het stoepje te blijven. En dan zegt de examinator, dit is genoeg zo. En dan stop je. Je gaat weer wegrijden. Je kijkt in je binnenspiegel. En in je voor je. En in je buitenspiegel. Even richting aan. Nog één keer kijken. En je neemt weer deel aan het verkeer.